Dan gaan we naar agenda punt 8, het aanstellen BOA domein 2. Ten tijde van het mooie weer, het is alweer even geleden, ondervind Enkhuizen jaarlijks veel overlast van te snelvarende bestuurders van boten. Omdat de snelvaarders veel overlast veroorzaken en schade aan fauna en flora creëren, ontstaan er veel onwenselijke en onveilige situaties. Hierdoor is op 30 mei 2023 door de gemeenteraad de motie Keesman aangenomen. Naast dat het uitvoeren van toezicht en handhavende taken op het water door de eigen BOA domein 2 kan deze tijdens of buiten het vaarseizoen ook ingezet worden op andere wet- en regelgeving. Er zijn op dit voorstel geen technische vragen gesteld en ik geef het voorstel graag ter bespreking. Welke fractie wenst hierover het woord te voeren? Oké, ik heb ze gezien, kropjes mogen uit. Ik geef het woord aan Enkhuizen Fruit. De heer Franks, gaat gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn complimenten voor de voortvarendheid van de portefeuillehouder op dit... op deze motie. Ik denk dat er in Enkhuizen met een grote opluchting geluisterd wordt naar dit voorstel. En zeker komende zomer heel veel blije gezichten in de binnenstad van Enkhuizen zullen zijn. Ik heb wel een vraagje nog over onder andere de inzet van de BOA's. En vooral deze BOA. Als je kijkt naar de kosten van het aanschaffen van de boot. Daar ga ik vanuit dat het is. Is er ook gesproken nog met de andere gemeentes? Nou, die zijn voorzien. Van een BOA, maar doet de recreatieschap West-Friesland nog een bijdrage aan de investering van de boot? Dat is vraag 1. En vraag 2 is, wordt er ook een combinatie gemaakt met de SED en andere BOA's om te zorgen dat er in het hoogseizoen een volledige bezetting is op het water, zodat we bepaalde roosters kunnen combineren? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Struving van de PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het voorstel ziet er goed uit. Het is een mooie invulling van de motie die is ingediend. En laten we het vooral aan de raad om daar een beslissing over te voeren. Vragen die ik erbij had is, we willen een BOA aanstellen vanwege de capaciteitsproblemen bij de politie. Maar spelen dezezelfde capaciteitsproblemen ook niet bij het aanstellen van BOA's? En... hoe speelt dat in op de planning wanneer deze BOA's inzetbaar zijn? En in de originele motie wordt inderdaad aangegeven een samenwerking met het recreatieschap en met de SED. Maar deze BOA wordt dus alleen ingesteld door de gemeente Enkhuizen. Ik meen me te herinneren de vorige keer dat dit besproken werd in de raad. Dat er een beetje werd gegrapt van, nou ja, als je hard vaart, vaar over de gemeentegrens heen. En er valt niet meer te handhaven door die BOA. Hoe wordt het gewaarborgd dat het niet zo is als dit plan tot uitvoering wordt gebracht? Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Kolenbein van HEA. Dank u, voorzitter. Er zal misschien wat dubbelingen zitten in de vragen, maar ik neem toch eventjes de volgorde aan. HEA mist in het voorstel de optie om de taak van de BOA te combineren met het recreatieschap. Dat werd al ook heel even gezegd. Of binnen de SED. Kan de portefeuillehouder iets meer toelichten op welke wijze dit is onderzocht en waarom dit niet tot het voorstel heeft geleid? Dan een heel praktisch vraagje. Mag de BOA 2, waar we het dan met elkaar over hebben, alleen surveilleren? Of moet er altijd een BOA 1 meevaren? Dat is gewoon een heel praktisch dingetje. Dat is een capaciteitsding. Is er een optie om de aanschaf van de boot, dat is een oud punt van ons natuurlijk altijd, de inventaris los te koppelen van de investering van de boot, zodat er geen 10-jarige financiering nodig is? Dat is een vraag. Wij missen eigenlijk wat meer creatieve oplossingen. Zoals de inzet op basis van deeltijd met bijvoorbeeld medeblik. Maar ook het punt wat al eerder besproken is, wat volgens mij door de burgemeester ook zelf geopperd is. Dat het op heterdaad betrappen erg ingewikkeld is, moeilijk. Maar dat je vaak wel weet wie de overtreder is. Efficiënter zou het dan zijn om de ouders hierop aan te spreken. Door een wijkagent. Zijn dit soort opties meegenomen in het voorstel? En tot slot, is het niet zo
dat de nieuwe BOA straks ook taken gaat uitvoeren die nu ook al belegd zijn in afspraken in SED-verband. Dus gaan wij soms, dat zou kunnen, hè, omdat hij vrij breed inzetbaar is en maar een maand, twee maanden per jaar zich met de echte daadwerkelijke handhaving in de binnenwater gaat bezighouden, zal hij toch 9-10 maanden met andere zaken bezig zijn. Tot zover, dank u. Dank u wel. De heer Sikkema van de Piratenpartij. Dank u wel. Het meeste is al voor mijn voeten weggemaaid. Het ging om structureel Anton. Is dat dan voor één fulltime BOA? En dan kunnen we dat in combinatie doen met Z, maar dat was ook min of meer al gevraagd. Dank u wel. De heer Ermes van SP. Dank u wel, voorzitter. Ook namens de SP hulde dat dit zo snel mogelijk is opgepakt. Niet alleen met warme dagen op water, maar ook in de winter zal deze BOA flink wat werk verrichten. Nou, als je dat iets efficiënt kunt noemen, dan zou ik zeggen, dit is efficiënt. Bijvoorbeeld bij het afsteken van vuurwerk, waar we ook veel overlast van hebben. En daarom is het ook heel erg mooi dat je zo'n BOA bijvoorbeeld in de winter, maar ook met zomer kan aan het werk kan zetten. Dus dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de portefeuillehouder, burgemeester van Zuiden. Dank u wel, voorzitter. Nou, dank aan de commissieleden voor de complimenten. Die zal ik zeker ook overbrengen aan de betrokken ambtelijke medewerkers, want die hebben daar natuurlijk het meeste werk aan verzet. Dat lijkt me duidelijk. En inderdaad, zoals in de motie is verwoord, onderzoek nou de diverse opties. Dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Ja, om bij de set te beginnen, ja, de ambtenaren die dit voorstel hebben geschreven, die werken allemaal voor de set. Dus het ligt nogal in hun lijn om te kijken, kan dit samen. In overleg met mij, maar ook op een advies, is de keuze gemaakt om echt een huizerboa van te maken. Ligt ook trouwens in de lijn van het CUP, hè, want de afspraak was dat er in 2023 en 2025 een boa bij zou komen. En nu is alleen gekozen om daar geen boa 1 van te maken, maar een boa 2. En die van 2025 is feitelijk naar voren gehaald, naar 2024, om invulling te geven aan deze motie. Dus dat ligt heel in de lijn die al eerder was afgesproken, dat Enkhuizen zijn bouwcapaciteit zal uitbreiden. Daar komt bij, juist op het water, ja, wanneer heb je zo iemand nodig? Wanneer het mooi weer is? Wanneer heeft Medemblik zo iemand nodig? Wanneer het mooi weer is? En wanneer heeft Stedenbroek die nodig? Op diezelfde dag. Dus is het niet voor de hand liggend om het echt op die manier samen te doen. Het recreatieschap is niet in beeld gekomen. We weten gewoon dat die daar ook het budget helemaal niet voor hebben. Dan komen ze die bij ons declareren. Maar dat gaat helemaal niet. Maar omdat alle gemeenten tegelijk zo iemand nodig hebben, is het dus ook eigenlijk geen optie om iemand op dat moment van buitenaf in te huren of even van de medeblik in te lenen. Want ja, die mensen zijn dan overbelast. Die zijn al bezet. En daarom is het dus inderdaad fijn, zoals meneer Emmers ook onder woorden brengt, dat de betrokkenen ook twee andere takken van sport kan doen. In dit seizoen het vuurwerk, maar door het hele jaar het afval. Wat overigens dan de huidige BOA's ook weer wat zal ontlasten. Dat is trouwens een bijzondere woordkeuze in dit verband als het om afval gaat en milieu. Maar omdat deze BOA meer bevoegdheden heeft op het gebied van het afval, kan die daar een effectiever optreden dan de huidige BOA's die zich daar wel noodzakelijkerwijs mee bezighouden, natuurlijk. Illegale stortingen, dat soort dingen. Dus in die zin moet er ook een zekere synergie tot stand kunnen komen. De boot. Er zijn allerlei opties. Er zijn natuurlijk eisen. U weet ongetwijfeld nog beter dan ik, wat er ook in het stuk staat trouwens, dat Enkhuizen verschillende vaardieptes kent. Zelfs een niet bepaald gemakkelijke overgang van het ene deel van de binnenstad naar het andere deel van de binnenstad. Hè. Dan moet je hier overal. Maar daar wordt dus het type boot op uitgezocht. Waarbij we ook opties voor uitstekende tweedehands wel in beeld hebben. En mocht dat lukken, dan zal het goedkoper worden. Maar dus er wordt echt op die manier wel naar gekeken. Maar de eisen staan natuurlijk voorop. Het moet veilig zijn, herkenbaar zijn enzovoorts. Als iemand de grens over gaat, is hij dan veilig? Nou, de huidige BOA's die in de drie gemeenten van de SET zijn benoemd, ofwel in SET-dienst ofwel in Enkhuizen-dienst, zijn voor alle drie de gemeenten bevoegd. Dus je bent niet veilig als je de gemeente de grens over gaat. Dan moet je heel snel naar Medemblik gaan. Nee. Maar ook daar wordt aan gewerkt. Ja. Even zien. Heet de daad is moeilijk. Dat klopt. En die inzet van die wijkagent die zal moeten blijven.
Overigens denk ik dat deze BOA zich daar ook dan wel tegenaan gaat bemoeien. Dat geldt dan, hè. Dus eigenlijk de combinaties worden gevraagd van... Kan betrokkenen alleen surveilleren of gaat er altijd iemand mee? En wie is dat dan? Ik denk dat alle combinaties mogelijk zijn. Alleen op pad is over het algemeen niet aanbevelenswaardig. Je hebt sowieso iemand nodig die stuurt en iemand die eventueel de handhaving ter plekke oppakt. Maar dat kan een combinatie zijn van twee BOA's. Het kan ook zijn dat iemand van de politie wel degelijk instapt. Hè, dat die met z'n twee op pad gaan. Het gaat vooral, en dat geldt natuurlijk nu ook op straat, bij domein 1. Er kan ook een toezichthouder die geen sanctiebevoegdheid heeft meelopen. Je bent nog steeds met z'n tweeën. Als één in elk geval maar het bondenboekje bij zich heeft. Dat is waar het op aankomt. Dus de creativiteit zit dan vooral in het effectief maken van de combinaties van medewerkers van diverse diensten. Wordt er geen werk verricht dat nu door de set gebeurt? Volgens mij niet. Want de set doet dit niet. En in ieder geval dat watertoezicht niet, ook het vuurwerktoezicht niet. Blijft over het afval. En volgens mij zijn het daar de BOA's die het doen. Die zijn van ons.